Hi, ik ben bij VidCon Londen en ik ga je deze video meenemen bij de top videotrends die ik hier heb gezien. Deepfakes. Aan de ene kant enthousiasme, aan de andere kant paniek rondom de deepfake technologie, waarbij gezichtsuitdrukkingen, stemmen en lichaamsbewegingen op realistische wijze worden gemanipuleerd. De grootste vraag is niet alleen of kijkers de juiste vragen zullen stellen, maar met name of social media platformen en bedrijven als Google goede tools kunnen ontwikkelen om deepfakes te detecteren. En dat brengt me bij de tweede trend die ik zag bij verschillende talks op VidCon: echtheid in video. Menselijk zijn in een wereld die alles behalve lijkt. Kunnen tonen wat een computer of een algoritme niet kan: empathie. Betekenisvolle content om een echte connectie met mensen te maken in plaats van alleen perfecte plaatjes. En een hele goede manier om dat te doen is middels XR, Extended Reality. Dat is trend 3 van virtual reality tot augmented reality en 360 graden video. Zoals bijvoorbeeld deze VR-ervaring waar je niet alleen naar voetbal kunt kijken, maar een voetbalster kunt zijn. Het gaat hierbij echt om ervaring, om het meekrijgen van het gevoel. Trend 4, de zin die ik elke keer weer hoorde: what about Gen Z? Hoe zit het met de nieuwe, jonge generatie? Nou, om het kort samen te vatten, content dat past bij deze generatie is mobiel, waarbij het draait om echtheid en connectie, ze echt wel lange aandacht hebben voor iets dat hun interesse heeft, en TikTok. Jongeren lijken veel te consumeren op TikTok en opvallend veel bezoekers van VidCon maakten zich zorgen over privacy van TikTok-gebruikers. En dat brengt me bij trend 5, kinderen en media. In verschillende sessies kwam het terug. Kinderen die opgroeien met schermen en de verscherping van regels rondom content voor kinderen. Of content waarin kinderen te zien zijn. In mijn volgende video ga ik hier dieper op in en dan specifiek de nieuwe regels rondom content voor kinderen op YouTube. En dat waren een aantal trends die ik hier heb mogen zien bij VidCon Londen. Heb je nou vragen? Laat zeker een reactie achter. En voor meer videotips, check fv.nu/video.